welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Goodie Box unboxing. Voor de mensen die hier nieuw zijn en geen idee hebben wat Goodie Box is. Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt gevuld met minimaal 5 beauty producten ter waarde van minimaal €65 voor slechts €20 in de maand. Elke maand ontvang ik die box en unbox ik hem hier samen met jullie. Als je de box al hebt, dan kunnen we samen unboxen. En als je de box nog niet hebt en hem wel graag wilt, ik zet beneden een linkje in de beschrijving en dan kun je abonneren op Goodie Box. Het is maandelijks opzegbaar, dus als je het toch niks vindt, kun je hem gewoon makkelijk opzeggen. Als je benieuwd bent naar wat er in de andere boxen zaten, al die video's staan allemaal al online op mijn kanaal. Zoek gewoon op Sarah Marieke Goodie Box en dan vind je al die video's. Dus vandaag heb ik weer zo'n box. We gaan weer alles lekker unboxen. Alles wat ik gelijk kan gebruiken, ga ik ook gewoon gelijk gebruiken. Dan kunnen we het gewoon gelijk in actie zien. En ik ben weer heel erg benieuwd. Ik vind de Goodie Box altijd heel erg leuk. Het is altijd een soort van verrassingje voor mezelf. Al weet ik al wat erin zit nu, want dat moet ik weten voordat ik de video ga maken. Maar toch, het blijft gewoon elke maand een soort van verrassingje, een soort van cadeautje voor jezelf. En ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die gewoon niet goed zorgen voor zichzelf, die nooit dingen kopen voor zichzelf, ook gewoon vaak niet eens weten wat ze moeten halen. Vooral voor jullie is zo'n box ook heel erg geschikt, want dan hoef je daar niet eens over na te denken. Elke maand ontvang je gewoon automatisch een box met leuke producten voor jezelf. Dat scheelt jou weer gedoe en tijd en alles. Dus beneden staat een linkje. En ja, ik ga dus gewoon vandaag alles laten zien. Dus ben je net zo benieuwd als ik en vind je de video nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je ook op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing, review, wat het ook is. Oké, dit is dan de box van deze maand. Hij is een beetje zo'n mooie zacht roze. Heel erg mooi. Ik weet al wat erin zit en het zijn weer best wel leuke producten. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit lippotloodje opgedaan van Nabla. De Close Up Lip Shaper Lip Pencil in de kleur Nude 3. En ik heb het ingekleurd met deze Essence Lip Olie in de kleur 01 Heart of Gold. Is ook een hele fijne lipolie. Oké, jongens, volgens mij krijgen we 1 product extra. Ja, want we krijgen 6 producten deze maand in plaats van 5. Dus dat is al extra leuk. Je betaalt dus €20 voor een waarde van minimaal €65. Aan het einde van de video ga ik ook alles bij elkaar optellen om te zien hoeveel waarde de box heeft als je alles individueel zou kopen. Mensen vragen me ook vaak, Sarah, vind je Goodie Box nou echt die €20 waard? Ja, zeker. Elke maand ontvang je echt leuke producten. En ik zou deze video's überhaupt niet eens maken. Ik zou het niet eens unboxen als ik het niet leuk zou vinden. Oké, laten we gewoon beginnen met de producten. Ik ga beginnen met een heel leuk tasje. Van Ray-Ban Salona heb ik hier een make-up bag. Winkelwaarde is €30. We krijgen dus een hele leuke make-up bag. Nooit in mijn lang zal ze leven zou ik €30 betalen voor dit. Absurd. Ik vind het echt absurd. Er staat gewoon letterlijk dat dit ding €30 is. Nou, niet normaal. Ik vind hem wel heel cute. Hij voelt er goed aan. Wat voor stof is dit? Het is gemaakt van gerecycled polyester. En dat betekent dat de complete tas is gemaakt van plastic flessen. Die zijn omgesmolten tot polyester. Dat vind ik wel leuk. Alsnog geen €30 waard ook. Als je hem openmaakt is dit wat je krijgt. Je hebt ook hier zo'n klein handig vakje. Ik vind het wel gewoon zo'n cheap ass tasje. Zoiets gebruikte ik vroeger als kind om mee te brengen naar het strand. Want dit soort stof mag vaak gewoon nat worden en zo. Dus €30 voor dit? Nee. Zo mooi en leuk vind ik hem ook weer niet. Maar ik vind het wel heel leuk dat hij is gemaakt van plastic flessen. Is ook weer goed voor het milieu. En ik vind het leuk dat we dit erbij krijgen. Ik denk dat heel veel mensen hier wel blij mee gaan zijn. Ik heb echt super veel make-up bags. Dus ik heb deze niet echt per se nodig. Dus ik denk dat ik deze in de winactie ga doen. Alles wat ik niet gebruik doe ik automatisch in de winactie die eraan komt. Maar wel heel cute. Ik vind hem heel mooi. Zo dat roze. Ik hou altijd van roze. Roze is mijn fave kleur. Dan ga ik verder met nagellak. Van Rose Laloon heb ik de Peachy Moon nagellak. Winkelwaarde is €15. Echt een hele mooie oranje nagellak. Helaas heb ik altijd acrylnagels. Dus ik gebruik geen nagellak. Deze zou wel heel mooi hebben gestaan met de ooglook van vandaag. Omdat ik dus nooit nagellak gebruik, gaat nagellak altijd automatisch in de winactie. Dus deze doe ik daar ook gewoon bij. Dan ga ik verder met een serum. Van Huggins heb ik de Hyaluronic Acid Concentrate Serum. Winkelwaarde is €36 voor 30 ml. Dit is dus een gezichtsserum. Ik moet echt zeggen dat je echt wordt overspoeld met serums. Echt bijna in elke box hebben we er wel weer eentje. En nou hebben we er weer eentje. De full size is 30 ml. Wij krijgen 15 ml.
milliliter. Dus de helft van de full size. Maar alsnog nog wel een hoop. Je kunt hier echt wel eventjes mee doen. Ik heb deze ook net aangebracht voordat ik begon met mijn make-up. Onder mijn dagcreme heb ik deze aangebracht. En ik vond hem echt heel fijn aanbrengen. Hij brengt gewoon helemaal top aan. Hij voelt goed aan op mijn gezicht. Het enige wat ik iets minder vond was de geur. Het ruikt echt naar rotte appel of zo. Ik weet niet wat voor geur het is. Maar in mijn hoofd is het de rotte appelgeur. Ik vind het echt een vreselijke geur. Ik weet niet of ik het zou handelen om dit elke dag te moeten ruiken. Maar ik vond hem wel heel fijn aanbrengen. Je voelt echt de hyaluron erin zitten. En dat vind ik echt heel erg top. Er staat dat dit een puur en biologische gel serum is. Die zorgt voor hydratatie om de huid de hele dag te beschermen. Het zit bordevol natuurlijke actieve ingrediënten zoals komkommer, aloe vera, rozenwater, etc. Die helpen om de huidtextuur te verfijnen en de jeugdigheid van je huid te behouden. Nou, dat is over het algemeen wel gewoon wat een serum hoort te doen. Dit is echt wel iets wat ik zou gebruiken. Ik hou van serums. Ik gebruik ze altijd. Vooral omdat ik een hele droge huid heb. Of ja, heel droog. Het is niet heel droog. Maar ik heb een relatief droge huid. Dus ik hou altijd van alles wat hyaluron is. Dus deze vind ik echt amazing. Deze ga ik heel vaak gebruiken. Alleen die geur, jongens. Echt, ik kan hier niet mee. En het is vegan. Het is bio. Daarom is denk ik ook die vieze geur zo. Maar goed. In ieder geval, ik vond hem wel gewoon fijn aanbrengen op mijn huid. En dit is wel iets wat ik mezelf zie gebruiken. Dan gaan we verder met een make-up artikel. Van MCO Beauty heb ik de Glow Highlighter Stick. Winkelwaarde is €24. Oké, ik ken dit make-up merk niet. Deze glow stick heb ik ook vandaag net gebruikt onder mijn make-up. Omdat ik gewoon een hele mooie glow wilde creëren voor onder mijn foundation. Ik hou niet zo van cream highlighter op mijn make-up. Dus ik breng het er vaak onderaan. En het gaf inderdaad een mooie glow. Alleen de kleur vond ik echt vreselijk. De kleur is veel te roze. Het is echt super, super gepigmenteerd. Het is gewoon bijna een blush. Ik bracht hem aan. En ik dacht echt, als het gewoon iets minder glans had gehad, had ik het kunnen gebruiken als cream blush. Daarvoor had ik hem zelfs misschien nog geschikter gevonden. Ook vind ik de glans niet echt genoeg. En de pigmentatie en glansverhouding is gewoon niet goed. En ja, ik vind hem gewoon echt helemaal niks. Ik vond hem niet mooi onder mijn make-up. Ik zou hem ook niet mooi vinden op de make-up. Als blush zou je hem misschien kunnen gebruiken. Maar dan heb je wel echt een super, super glanzende blush. Dus voor mij helaas, het is gewoon echt die kleur. Ik kan hier gewoon echt helemaal niks mee. Ik kan me ook geen huidskleur voorstellen die hier iets mee kan. Nogmaals, als je houdt van een extreme glanzende blush, zou je hem eventueel als blush kunnen gebruiken. Maar als highlighter en ook niet eens onder mijn foundation, nee. Ik vond het niet zo mooi. Het maakte mijn gezicht gewoon zo lelijk roze. Dus ja, helaas vind ik het enige make-up artikel dat we vandaag krijgen niet goed. Dus ja. Het volgende is een oogserum. Van Able Skincare hebben we de 3-in-1 Glycolic Acid Molecule Boost Eye Serum. Winkelwaarde is €85. Deze heb ik net niet gebruikt omdat ik niet echt oogserums gebruik. Ik heb altijd het gevoel dat ze niet echt iets doen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. En die echt absoluut vinden dat ze wel iets doen. Nu ik hier zie staan dat het €85 is, ben ik er toch wel over aan het nadenken om hem toch gewoon te gaan gebruiken. We hebben ook gewoon echt de full size, dus dat is wel top. Ik ken dit merk ook weer niet. Als iemand dit merk kent, let me know of dit een goed merk is. Want misschien dat ik het dan gewoon alsnog ga gebruiken. Er staat dat de voedingsstoffen die hierin zitten zijn samengesteld om wallen, droogheid, donkere kringen en rimpels te verminderen. Je kunt hem dus in de ochtend en in de avond gebruiken. Ik gebruik het vaak in de avond voordat ik ga slapen, omdat ik het niet fijn vind in de ochtend, omdat ik het niet fijn vind onder mijn make-up. Dus ik ben hier best wel benieuwd naar. Mensen die dit al hebben gebruikt, laat ons even weten wat je ervan vindt. Oh, we hebben nog een make-up artikel. Ik zei net dat die glow stick het enige was, maar dat is niet. Van de Beauty Crop hebben we de Wing Woman Liquid Eyeliner. Winkelwaarde is €15. Dit is ook weer een make-up merk die ik niet ken. Ik ken zoveel make-up merken, maar bijna elk make-up merk die in Goodie Box zit, ken ik niet. Het zijn toch vaak de iets mindere bekende merken volgens mij. Maar dit is dus een eyeliner. Wing Woman. Oké, hier ben ik wel benieuwd naar, want ik hou altijd wel van een goede eyeliner. €15 is ook wel gewoon een goede prijs voor een eyeliner. Dit is dan hoe die eruit ziet. Er staat Wing Woman op en dan hier zo van die vleugeltjes. Dat vind ik wel echt heel erg cute. En dit is dan gewoon hoe die eruit ziet. Gewoon zo'n soort van pen. Oké, ik heb nou geen eyeliner op. Dus het is misschien wel leuk om hem gewoon gelijk te gaan gebruiken. Altijd als je een eyeliner pen hebt, als je hem neerzet, zet hem altijd op zijn kop neer. Dat de inkt goed naar de punt kan stromen. Want als je hem zo neerzet, dan komt er vaak niet genoeg inkt uit de pen. Oké, ik denk dat ik gewoon even snel een wing hiermee ga maken. Ik doe even mijn haar uit mijn gezicht. Ik heb al nep wimpers op, maar ik ga er gewoon een beetje overheen of zo. Laten we even kijken wat we hiervan vinden, jongens.
Oké, jongens, de wing is helemaal gemaakt. Ik denk ook echt dat ik deze look leuker vind met een wing. Ik vind bijna elke look leuker met een wing. Ik vind alleen deze pen niet zo fijn, want hij is veel te hard. De applicator, de punt, beweegt helemaal niet mee. Het is echt zo'n harde punt en daar hou ik echt niet van. Het voelt dan echt aan alsof ik een wing maak met een stok of zo. Ik hou er altijd van als een pen echt mee beweegt en mee vloeit. En dat doet deze echt helemaal niet. Dus ook deze vind ik niet zo fijn, jongens. Oh my god. En dat was het dan. Dat waren alle producten van deze goodie box. Ik ben dus niet zo blij met de make-up, maar wel met de rest. Laten we even kijken wat je zou moeten gaan betalen als je alles individueel zou kopen in de winkel. Jullie hebben dus €20 betaald voor de box. Dus laten we even mijn rekenmachine erbij halen, want ik ben echt geen rekenwonder. Ik weet nog net wat 1 plus 1 is. Als iets niet full size is, haal ik ook iets af van de prijs, want anders vind ik het niet fair. Maar volgens mij is alles full size, behalve deze serum. Dit is de helft. Dus er staat hier dat de normale full size €36 is. En aangezien dit de helft is, halen we de helft eraf. Dus dan wordt het €18 voor deze serum. Dan hebben we dit oogserum. Die is heel erg duur. Die is €85. De glow stick hier is €24. Dan hebben we hier de eyeliner, ook full size, €15. En deze overdreven dure make-up bag, die is €30. En dan als laatste nog ook de nagellak, €15. Dan komen we uit op een bedrag van maar liefst €187. Dus aan de hand van alle prijzen die hier staan, als je al deze producten individueel zou kopen in de winkel, betaal je dus €187. Jullie hebben €20 betaald, dus dat ga ik eraf halen. Dus jullie hebben maar liefst €167 bespaard. Nou, dat is echt een heleboel geld. Ik vond wel een aantal dingen echt zwaar overprijsd, maar oké. Nou jongens, dat was het dan. Dit was de goodie box van deze maand. Wat vonden we ervan? Al met al wel een leuke box, als de kwaliteit van een aantal producten beter was geweest. Bijvoorbeeld de 2 make-up producten vind ik qua kwaliteit gewoon niet zo goed. Ik vind die gewoon niet zo fijn werken. Dus die ga ik ook echt gewoon niet meer gebruiken. Ik denk dat het enige wat ik echt ga gebruiken deze 2 producten zijn. En dit gaat in de winactie. Deze 2 producten. Als jij de box ook hebt, laat ons even beneden weten wat jij vindt van de box en alle producten. En wat jij gewoon vindt van de goodie box over het algemeen. En laat me ook weten of jullie dit soort video's nog steeds gewoon elke maand willen zien. Want als jullie het niet meer willen zien, dan ga ik er ook gewoon mee ophouden. Maar als jullie het gewoon nog leuk vinden, dan blijf ik dit gewoon nog doen elke maand. Maar ik vind dit van alle beautyboxen die ik ken in Nederland nog steeds de beste beautybox. En ik ontvang hun boxen volgens mij echt al 2 jaar of zo. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!